Goedenavond allemaal, mensen hier in de zaal. Welkom bij Studium Generale. Mijn naam is Erwin Maas, ik ben programmamaker bij Studium Generale. Ik vind het ontzettend leuk dat jullie er weer zijn. Het is voor ons weer de eerste keer sinds een tijdje dat we mensen in de zaal ontvangen. Heel leuk dat jullie ook wilden komen. Maar naast jullie zijn er ook nog mensen die thuis meekijken. Hallo mensen thuis, we zijn jullie niet vergeten. Leuk dat jullie kijken. Jullie kunnen ook meedoen met de avond via de YouTube-chat. Kun je bellen en kun je je vraag achterlaten. En kun je daar je vraag achterlaten. Die wordt dan door mijn collega hier naar mij toegestuurd. En die kan ik dan aan de sprekers vragen. Dus vergeet dat vooral niet te doen. Welkom ook allemaal bij het laatste Science Café van dit seizoen. Voor de mensen die niet weten wat Science Café is. We hebben één thema en we nodigen altijd drie wetenschappers uit om daar vanuit hun eigen discipline op te reflecteren. We hebben het dit jaar al gehad over de toekomst van de weersvoorspelling met onder andere Peter Kuipers-Munneke. We hebben het gehad over discriminatie en racisme in de gezondheidszorg. En vanavond gaan we het natuurlijk hebben over het heelal. Sterrenkundigen en planeetwetenschappers, dat zijn eigenlijk net archeologen. Ze vangen kleine beetjes lichtstraling en materiaal op dat in een ver verleden is ontstaan. En zo proberen ze antwoorden te vinden op de grote fundamentele vragen. Vanavond gaan we het hebben over wat er tot nu toe bekend is, de laatste ontwikkelingen in de astronomie. Wat weten we over hoe het leven op aarde is ontstaan? En is er buitenaards leven mogelijk? Wat kan de neutrino, een onvoorstelbaar klein deeltje, ons leren over het heelal? En hoe heeft de sterrenkunde zich de afgelopen 100 jaar ontwikkeld? Daar gaan we het vandaag over hebben met nu nog 2 gasten. Mogelijk en hopelijk 3 gasten. Een van onze gasten, Raza Müller, die staat vast in een trein. En die trein die wordt weggesleept. En mogelijk wordt die weggesleept naar Breukelen en dan zou ze eventueel nog hier met de taxi kunnen komen. Dat hopen we heel erg. Ze kijkt ook nu mee. Hallo Raza, ik hoop dat je erbij kan zijn. Zo niet, dan hebben we net iets kortere avond. Tenzij jullie allemaal zo ontzettend veel vragen hebben, dat kan natuurlijk ook. Maar ik ga in ieder geval de gasten voorstellen die hier zitten. Ze is astrobioloog en planeetwetenschapper, verbonden aan de Universiteit Utrecht. Ze werkte eerder bij NASA en ze doet onderzoek naar het ontstaan van leven. Mag ik een applaus voor Inge Loes ten Katen. Hij is als een wetenschapshistoricus verbonden aan de Universiteit Utrecht en schreef onder andere een historisch boek over de Nederlandse sterrenkunde. David Baneke. Ja, en dus hopelijk ook Raza Müller. Welkom allemaal. We gaan het hebben over het heelal. Ik kan me voorstellen dat ooit een keer in jullie leven jullie die fascinatie voor het universum en voor het heelal is ontstaan. Inge Loes, weet je nog het moment? Was er een soort van aha-erlevenis? Je dacht, het heelal, daar wil ik me mee gaan bezighouden. Nou, ik weet niet precies of het een aha-erlevenis is. Ik kan je wel de hoogtepunten noemen die daar de oorzaak van waren. Want we hadden natuurlijk de komeet van Halley in 1986. We hadden Wibble-Ockels die de ruimte inging in 1985. Toen was er hier in Utrecht was er een grote expositie, Space 86. En toen hadden ze ook dat model van de Saturnus-raket tegen de dom aangeplakt. En toen ontplofte ook nog de Challenger. En toen was ik, dat was rond mijn 10e verjaardag, was ik 19 jaar oud. En sindsdien gaat het allemaal over de ruimte bij mij. En hoe ging dat dan? Je ging boeken halen bij de bibliotheek. Je had een eigen sterrenkijker. Nee, ik had geen eigen sterrenkijker. Maar we hadden wel een sterrenwacht in de buurt. Dus daar gingen we ook naartoe. Mijn ouders namen mij daar en mijn zusje daar ook mee naartoe. Bij mijn zusje is het kwartje iets minder, iets andere kant op gevallen. Ja. Op de Space, Space 86 heb ik een hele berg boeken en posters meegenomen. Dus mijn hele kinderkamer hing ook vol met foto's van kometen en sterrennevels en planeten en weet ik wat niet allemaal. David, hing jouw kinderkamer ook vol met sterrennevels en planeten? Mijn kinderkamer niet, maar wel inderdaad op de basisschool wel. Ja, je bent of van de dinosaurussen of van de sterren. Nou, ik was duidelijk van de sterren. Misschien even hier testen in de zaal. Wie was van de dinosaurussen? En wie was van de sterren? Ja, de rest toch. Ja, daarom zijn jullie hier natuurlijk. Dit publiek ook is wat geselecteerd. Ja, ik was van de dinosaurussen trouwens. Aan de juf en meesters vragen, wat is de verste, de grootste ster? Hoe zit dat nou met het einde van het heelal of zonder einde? Hoe werkt dat nou? Heb ik wel lang veel over nagedacht. Is inderdaad ook nooit helemaal over gegaan.
ik ben geschiedenis gaan studeren, maar wel echt vanaf het begin ook wel met het idee van de geschiedenis van die sterrenkunde. Hè? Je mag geschiedenis van alles doen, dus waarom niet geschiedenis van de sterrenkunde? Kan ik mijn twee grootste interesses gewoon combineren? Ja. Ik ben heel blij dat dat kan. Ja, daar gaan we het zo nog uitgebreid over hebben. Inge Loes, we gaan met jou beginnen. Hoe is het leven op aarde ontstaan en is er een leven mogelijk op andere planeten? Dat zijn misschien wel de meest tot de verbeelding sprekende vragen van de wetenschap. En ieder teken van mogelijk leven, dat wordt in de media breed uitgemeten. Jij bent dan ook meestal degene die ze vragen om daar iets over te zeggen. Je bent astrobioloog aan de Universiteit Utrecht. En nou ja, als er nieuwe ontdekkingen zijn, dan mag jij je zegje doen. En een astrobioloog. Wat is een astrobioloog? Ja, dat is een leuke vraag, want eigenlijk voldoe ik al bijna niet aan die kwalificatie. Maar het vakgebied astrobiologie houdt zich echt bezig met de vragen naar het ontstaan van leven op aarde. Hoe waren de omstandigheden van de aarde op dat moment en is leven buiten de aarde ook mogelijk? Dus dat is eigenlijk wat het vakgebied min of meer bestrijkt. Dus vandaar dat ik mijzelf ook astrobioloog noem, maar ik doe niks met biologie. Hmm. Dus ik ben heel erg geïnteresseerd in wat zijn nou de planetaire randvoorwaarden? Dus hoe zag de aarde eruit en kunnen we dat soort condities elders vinden? En zouden we op basis daarvan, van het ontstaan van leven op aarde, ook kunnen begrijpen of het ergens anders ook mogelijk is? Ja. Of leven ergens anders zou kunnen zijn ontstaan? Wat ik verder zelf ook heel interessant vind, is zouden ook leven mogelijk kunnen zijn? Als het er ooit ontstaan is, zou het dan ook nog doorgeëvolueerd kunnen zijn? Mm-hmm. We gaan zo zeg maar buiten de aarde, we gaan naar Mars, maar laten we eerst bij de aarde blijven. We weten dat daar leven is ontstaan, daar zijn wij het bewijzen van. Welke randvoorwaarden, je noemde ze net al even, welke randvoorwaarden weten we nu zijn in ieder geval nodig voor het ontstaan van leven? Ja, dat kun je natuurlijk heel, heel breed trekken. Ik bedoel, water, of in ieder geval een oplosmiddel. Het leven wat wij kennen gebruikt water als oplosmiddel, als vloeistof. Ja. Dat lijkt ook de makkelijkste vloeistof te zijn om te gebruiken. Maar je hebt dus in ieder geval een oplosmiddel nodig. Nou, het moet niet te heet en niet te koud zijn. We denken dat water op een oppervlak hadden we natuurlijk op aarde. Dus dat lijkt dan een randvoorwaarde. Daarvoor heb je een atmosfeer nodig. Dus, en je weet dus ook als je vloeibaar water hebt dat het niet te koud is, want anders is je water niet vloeibaar. Dus dat zijn de zeer brede randvoorwaarden. En ja, daarna hangt het. Er zijn allerlei condities eigenlijk waar je naar kunt kijken. Je wil niet te hoge zuurtegraad en niet te lage zuurtegraad. Maar misschien heb je wel een gradiënt nodig. Want in die gradiënt kan bijvoorbeeld leven weer energie. Uit die gradiënt kan leven weer energie halen. Dus je hebt een energiebron nodig. Ja. En je moet als het ware, ik zei het net al, je bent een soort van archeoloog. Je moet eigenlijk terug in de tijd. Hoe doe je dat? Waar kijk je dan naar? Ja, dat is natuurlijk het. Daar maak ik het mezelf wel het moeilijkst. Want je kunt bij de aarde kun je behoorlijk ver in de geschiedenis terugkijken door gesteenten te bestuderen. En die gesteenten slaan allerlei informatie op over wat het klimaat was, hoe de atmosfeer eruit zag, wat er met die stenen is gebeurd. Dus we kunnen best een eind terugkijken. Maar niet zover tot de tijd dat het leven is ontstaan. Dat gedeelte van de geologische tijdschaal noemen we het H-deken. Ja, daarvan is gewoon geen gesteente meer over. Want dat is allemaal door allerlei geologische processen en ook door leven weggeërodeerd. Ja. Dus dat moeten we allemaal een beetje terugredeneren. En dat is dan ook weer een van de redenen waarom ik bijvoorbeeld geïnteresseerd ben in Mars. Want Mars en de aarde leken rond die tijd wellicht meer op elkaar dan nu. Dus kunnen we daar misschien nog weer wat leren over hoe de aarde er in die eerste pak een beetje miljard jaar heeft uitgezien. En je noemt natuurlijk al die gesteente. Waarom is dat zo'n belangrijke informatiebron? Nou ja, de gassen in de atmosfeer die zijn vluchtig. Die zijn op een gegeven moment weg. Maar die reageren wel met de mineralen in gesteenten. Dus die passen daardoor veranderen de mineralen. Als je naar oudere stenen kijkt, kun je bijvoorbeeld iets zeggen over de gassen die in de atmosfeer hebben gezeten. Je kunt iets zeggen over of er water was of niet. Want sommige gesteenten kan alleen maar vormen. Sommige mineralen kunnen alleen maar vormen in de aanwezigheid van water. Je kunt iets zeggen of het water heel zout was of eerder zoet. Want dan vorm je ook weer andere mineralen. Je kunt iets zeggen over de pH-graad, dus de zuurtegraad van het water. Want daar vorm je ook weer andere mineralen door. Dus op die manier kun je al heel veel zeggen over was er water, hoe zag de atmosfeer eruit. En vervolgens, ja, gesteente verandert ook.
Het is wel grappig dat ik dit nu vertel, want ik ben begonnen als luchtruimtevaartingenieur en helemaal via een omweg alsnog bij de aarde uitgekomen. Ja, ja. Maar goed, de gesteente slaat dus heel veel informatie op. Dus het eigenlijk is voor mij zijn toch stenen dan de geschiedenisboeken. Ja. En oké, maar je hebt dan randvoorwaarden. Je hebt bepaalde omstandigheden die je nodig hebt om leven te kunnen laten ontstaan. Maar hoe ontstaat het dan? Welke hypotheses zijn daar dan nu over? Als we die vraag zouden kunnen beantwoorden, dan ben ik klaar, denk ik. Tuurlijk, misschien niet het antwoord, maar de dominante hypothesen die er nu zijn. Ja, er zijn allerlei verschillende hypothesen. Een van de meest leidende hypothesen is dat het wellicht ontstaan is op de bodem van zee of oceaan. Ja. Bij hydrothermale bronnen, waar oceaanwater de bodem in wordt gepompt en daar warmt het op onder druk. En dan werkt het als een soort espresso-apparaatje. Dus dan lossen er elementen op uit dat gesteente in de bodem. En dan wordt dat warme water weer naar boven gepompt. En die elementen slaan dan neer. En dan krijg je een soort, wat we nu zien, schoorsteentjes. En we denken dat zo'nzelfde proces toen ook al plaatsvond. En in die schoorsteentjes vormen zich kleine poriën. En dat zijn hele mooie kleine ruimtetjes waarin je heel mooi allerlei scheikundige processen kunt hebben. Zonder dat je bijvoorbeeld in een grote oceaan heb je heel veel water. Dus dan verdunt alles. Dus dat is één hypothese. Maar aan de andere kant zijn er ook hypothesen dat het bijvoorbeeld helemaal niet op de zeebodem is. Maar dat het veel meer aan het oppervlak was. Bijvoorbeeld bij warmtebronnen die veel meer aan het oppervlak zaten. Bijvoorbeeld op vulkaaneilanden. Want daar is het vulkanisme, maakt het dan heet. En dan heb je wel, en wat ze daar dan denken is bijvoorbeeld dat je een soort van getijdenwerking al had. Of in ieder geval nat en droog. En dat dan weer gezorgd kan hebben voor allerlei chemische processen. En dat je in een wat drogere tijd andere reacties hebt dan als het weer wat natter wordt. Wat vind jij de meest plausibele hypothese? Ja, ik vind het heel moeilijk. Ik probeer dat zeg maar met mijn onderzoek een beetje aan alle kanten te bekijken. Want ik heb niet heel erg een voorkeur. Ik zie ook wel bij de verschillende dingen. Zijn er ook wel weer dingen waarvan ik denk, ja, maar hoe zit dat dan? Maar die vraag is helemaal niet beantwoord. Die moeten we toch ook beantwoorden voordat we dat kunnen zeggen. Dus ik vind het eigenlijk leuk om bij elke theorie dan te kijken van, maar wat begrijp ik hier dan niet aan en wat kunnen we daar dan wel aan bekijken? Ja. En wat is een missing link die jij heel interessant vindt? Nou, iets wat ik me bijvoorbeeld afvraag is hoe diep waren de oceanen? Waren die inderdaad net zoals nu 5 tot 10 kilometer diep? Of zat alles veel meer aan het oppervlak? En als je veel meer aan het oppervlak ligt, wat is dan, heb je dan toch effect van de UV-straling van de zon? Die heel veel reacties kan. Dus eigenlijk zo'n schijnbaar simpele vraag. Hoe diep waar de oceanen, daar hebben we eigenlijk geen antwoord op. Hoe dat in die tijd was. Nou ja, een beetje, maar volgens mij nog niet heel, heel in ieder geval niet zoals we dat nu weten. Nee. En iets anders wat ik toch ook heel erg interessant vind, is dat we allerlei moleculen vinden in de ruimte. Organische moleculen noemen we ze. Gebaseerd op koolstof, die we ook nu terugvinden in leven. Dus moleculen die leven ook gebruikt. En wat je dat onder andere vertelt, is dat het misschien helemaal niet zo moeilijk is om dat soort moleculen te maken. Bijvoorbeeld aminozuren, die komen in meteorieten tegen. We weten dat ze in asteroïden zitten, maar die zien we ook verder in de ruimte op allerlei plekken. Dus hoe moeilijk is het nou om dat soort moleculen te maken? Heb je daar speciale condities voor? Wat is de rol van dat spul wat in de ruimte al rondzweeft en vervolgens door inslagen op het aardoppervlak? Heeft dat een rol gespeeld of eigenlijk niet? Of is alles door die inslagen omgezet naar weer een ander molecuul wat dan weer verder kan reageren? Maar het kan dus eventueel zo zijn dat het leven eigenlijk via een meteoriet op aarde is gekomen. Of in ieder geval een deel van wat er nodig is om leven te laten ontstaan. Het zou kunnen dat niet van hier komt. Nou, een deel van dat materiaal komt hoe dan ook via meteorieten op aarde. De vraag is dat het spul wat bruikbaar is of gebruikt is? Ik bedoel, kijk, we weten nu uit meteorieten dat er die aminozuren, maar ook bijvoorbeeld bouwstenen van DNA, die zitten in die meteorieten. Maar ja, de meteorieten die wij bestuderen liggen 100.000 jaar op het aardoppervlak. Dus die hebben daar al 100.000 jaar in gezeten. Ben je dan nog zo bruikbaar of zit je dan lekker in je meteorieten, gebeurt er niet zoveel? Ja. Dus dat is ook weer zo'n
vraag waarvan ik denk, ja, dan moet je toch ook... Dus daar ben ik ook mee bezig met een AIO. Ja, maar dus die organische moleculen, die vind je eigenlijk overal in de ruimte. Ja. Ja, nou was de laatste nieuws, ik weet niet of jullie dat ook allemaal hebben gelezen, dat er dus in de wolken bij Venus, dat daar ook organisch materiaal was gevonden. Ja, dat was op fosfine gebaseerd. Ja. Of op fosfine, dat is op fosfor gebaseerd molecuul was daar gevonden. En ja. Vind je dat dan hoopvol? Denk je dan, ja. Er is leven mogelijk op Venus, terwijl het daar geloof ik veel te heet is. Ook voordat fosfine werd daar al wel eens over gespeculeerd. Ja. Want op het oppervlak van Venus is het veel te heet, dus dat gebeurt niet. Dus als je al daarover nadenkt, dan moet je gaan kijken naar de wolken. En Venus heeft natuurlijk een hele dichte atmosfeer. En er zijn mensen die onderzoek doen naar in hoeverre als je in die wolken zit, in hoeverre je op de deeltjes in die wolken of in waterdruppeltjes in die wolken, in hoeverre je daar bacteriekoloniën kan hebben. Het is natuurlijk dit fosfine. Nou, inmiddels zijn er allerlei papers alweer uit die zeggen van ja, het is een heel leuk signaal, maar als wij naar diezelfde data kijken, dan weten we het eigenlijk toch niet zo. En er zijn ook biologen die zeggen ja, maar Het zou kunnen, maar er is ook best wel een kans dat fosfine dat het door iets biologisch wordt geproduceerd, is misschien toch het minst aannemelijke. Dus er zijn alweer allemaal. Ik kan me wel helemaal voorstellen dat die wetenschappers die dat onderzoek doen naar zo'n wolk, dat ze dan denken, ja, dit is fantastisch, dit moeten we meteen naar buiten brengen. Heb je zelf ook zo'n moment gehad in jouw carrière als wetenschapper dat je dacht, ik heb iets heel erg belangrijks gevonden? Nee, nog steeds niet. Ik vind alleen altijd maar meer vragen. Dus het ging niet zo op. Dat kenmerkt ook een goede wetenschapper natuurlijk. Maar er is dus niet een ontdekking geweest of iets. Er komen echt hele leuke dingen uit, maar nog niet iets waarvan ik dacht, nou, dit is echt zo'n eureka moment. Nee. Laten we het even over Mars hebben. Je noemde het natuurlijk al net even. Dat is een plek waar je wat kan leren over het ontstaan van het leven. Hoe doe je dat onderzoek daar? Waarom is Mars zo'n belangrijke plek en zo'n interessante plek daarvoor? Nou, allereerst, Mars is natuurlijk een stuk kleiner dan de aarde. Maar net als Venus overigens, leken die drie planeten, net nadat ze gevormd waren, leken ze waarschijnlijk best wel op elkaar. Voordat er op aarde allerlei plaattektoniek zich ontwikkelde. Nou, bij Venus ging het weer een hele andere kant op qua ontwikkeling. Maar Mars heeft zeker in het begin gewoon vloeibaar water geweest. Er is een atmosfeer geweest die dus dicht genoeg was om dat vloeibare water te kunnen laten bestaan. Het was er warm genoeg voor vloeibaar water. En we zien dus nu ook aan verschillend onderzoek wat met al die rovertjes gedaan wordt, al die karretjes en ook met verschillende landers, kunnen we dus ook iets zeggen over het soort water. En een van de dingen die we met Curiosity hebben gevonden is waar Curiosity nu rondrijdt in die krater. Misschien leuk om heel even te kijken naar Curiosity. Ja. Ja. Dit is een selfie die Curiosity heeft gemaakt. Ja. Dat kan de Curiosity. Dus, blijft toch leuk. Je was aan het vertellen dat de Curiosity rondreed in een krater. En daar heeft de Curiosity bepaalde metingen gedaan. Ja, dus wat ze daar dus ook weer doen is heel veel. Ze doen er onderzoek aan de huidige atmosfeer. Maar ze doen ook heel veel onderzoek aan gesteente. Ze kijken naar hoe zien die. Wat zien we nou eigenlijk? In het gesteente, hoe zien we bijvoorbeeld gelaagdheid erin? Kunnen we daar al iets zeggen over water? En kunnen we vervolgens uit de samenstelling van het gesteente wat ze tegenkomen, kunnen ze weer iets zeggen over of er inderdaad water was geweest? Nou, dat wisten we bij Gale Krater, wisten we dat al, want dat was de reden dat daarheen gegaan werd. Maar wat kunnen we iets zeggen over wat voor water? Nou, bij deze krater weten we dat er op een gegeven moment een tijd is geweest dat er water heeft gestaan wat zoet was. Terwijl op andere plaatsen zien we heel veel zoutwater op Mars. En hier was het zoetwater. En dat ook de zuurtegraad redelijk neutraal was. Dus het was niet heel erg zuur en ook niet heel erg basisch. Dus dat kunnen we allemaal uit het gesteente halen. En nou ja, het feit dat daar dus water was, betekent dus dat het ook warm genoeg was. En dat er een atmosfeer was met een enige dichtheid. Dus daar, en die condities die heersten in dezelfde tijd, eigenlijk op hetzelfde moment als dat er op de aarde leven ontstond. Mm-hmm. Nou, en dan
dat maakt het natuurlijk in zoverre interessant. Van ja, wij vinden niks op Mars. Maar waarom was er dan ooit iets en kunnen we niks meer terugvinden? Of is er gewoon nooit wat geweest? En waarom dan daar niet en hier wel? En wat zijn waar zie je overlap en waar niet? Maar je weet dus dat die randvoorwaarden in die tijd, hoe moeilijk het ook is om daar naar terug te gaan, maar dat die randvoorwaarden, je hebt vloeibaar water, het is niet te heet, er is een energiebron. Je hebt bepaalde organische moleculen en er is een steen, er is een oppervlak waar ze kunnen leven. Eigenlijk alles wat we hier op aarde hadden toen het leven ontstond, was daar op dat moment ook. Dat, ja, nou in ieder geval op die schaal. Ja. En dan is natuurlijk de vraag, hoe ver moeten we inzoomen op schalen om te kijken of dat inderdaad, waar houdt dat die overlap op? Of dat vergelijk op? Ja. Maar het zou dus eventueel kunnen zijn dat daar een vroege vorm van leven is geweest, maar dat die door de een of andere reden verdwenen is. Ja, ja, dat bedoel, dat kun je natuurlijk makkelijk speculeren als je geen bewijs hebt. En we hebben geen bewijs van dat het er wel is geweest. Ja, bewijzen dat iets er niet is geweest is natuurlijk erg moeilijk. Zijn er nog metingen die de Curiosity aan het doen is waar jij echt reikhalzend naar uitkijkt? Nou, waar het instrument waar ik aan gewerkt heb, is kijk naar ook wederom die organische moleculen. Dus die bekijkt van, vinden we organische moleculen in het gesteente? En in 2018 hebben ze natuurlijk al een keer metingen gedaan waar ze inderdaad organische moleculen hebben gevonden. De meest logische verklaring daarvoor is wel dat via meteorieten en stofdeeltjes is aangeleverd. Want we weten ook geen andere processen waarbij dat dan, om nou te zeggen meteen, het zal dan wel leven zijn. En dan krijg je precies zo'n verhaal als fosfine. Dus ja. Leven gevonden op Mars. Ja, leven gevonden op Mars. Toch nou, dat heeft natuurlijk, dat hebben ze in 1996 gedaan met die meteoriet. En toen kwam er een persconferentie met Clinton dat ze een fossiel hadden gevonden in een Marsmeteoriet. En dat er dus leven op Mars was. Nou, dat was allemaal. Ja, nee, dat was allemaal natuurlijk niet waar. Maar het grote voordeel is wel dat daarna heel veel geld richting dit soort onderzoek is gegaan. Ja. Dus je moet af en toe even roepen: ja, we hebben het gevonden. Kennelijk werkt het dus. Ja. Nee, maar dat heeft wel heel erg dit soort onderzoek. Men heeft zich gerealiseerd, we zien dit soort fossielen en het kan dus anders. Maar hoe zit dat dan met vroeg leven en hoe zit dat dan met leven elders? Maar goed, ja, met Mars, zolang we geen bewijs hebben, wordt het moeilijk. Maar goed, Curiosity is dus steeds aan het zoeken naar die organische moleculen. Dus ja, en er komt geloof ik weer een nieuwe Mars rover aan, die heet Perseverance. Ja. En die gaat weer nieuw onderzoek doen. Doet dat niet. Die gaat dat niet doen. Die gaat dat niet doen. Ik ben toch wel heel erg benieuwd, want je hebt ook bij NASA gewerkt. Dus je hebt eigenlijk ook meegewerkt aan het maken van dit project. Hoe was dat dan daar? Is dat in het grootste geheim? Of is dat allemaal gewoon openbaar? Het meeste is openbaar. Waar het geheimer wordt is het de integratie tussen instrument en rover. Ik zat er als contractor via een universiteit, want ik was natuurlijk geen Amerikaans staatsburger. Mm-hmm. Ik had niet de juiste clearance. Dus als het daarover gepraat werd, zodra ze gingen praten over hoe het instrument met de rover moest praten met het karretje, dan mocht ik de deur uit. Dit is... En hoe kwam jij bij NASA terecht? Hoe gaat dat dan? Jij stuurt een sollicitatie. Ik heb inderdaad mijn toenmalige baas een mailtje gestuurd. Ik ben net gepromoveerd en hier is mijn proefschrift. En een collega van hem van een andere universiteit had mij eerder al verteld, je moet maar eens hem mailen. Want wie weet heeft hij mogelijkheden. Volgens mij pas je wel in zijn groep. En ja, toen had ik ook een beetje geluk, want er ging iemand weg die daar een contract had. En kennelijk paste ik precies op die plek. En dat geld lag er, dus toen mocht ik komen. Ik stel vaak aan wetenschappers een beetje de what-if-vraag. Wat als je nu echt miljoenen zou krijgen om je eigen onderzoek op te zetten? Wat zou je dan doen? Oei, 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 oei. Miljoenen, hè? Ja, echt miljoenen. Dan zou ik misschien toch wel de gok wagen om een instrumentje te bouwen wat echt op zoek gaat naar overblijfselen van leven. Vooral omdat niemand daar zijn vingers aan brandt. Want als je het niet vindt, hoe moet dat dan? En niet vinden betekent ook dat je is niet vinden het bewijs dat het er niet dat is. Het er niet of is. Is het niet vinden het bewijs dat je op de verkeerde plek zoekt. En
Dus ja, misschien dat ik daar toch wel mijn geld op zou zetten. Dat is eigenlijk ook heel tricky. Ja. We gaan door naar jou, David. Er wordt wel eens gezegd dat de sterrenkunde de oudste wetenschap is. En toch is ons huidige beeld van het heelal vooral in de afgelopen 100 jaar gevormd. Toen de sterrenkunde een enorme vlucht nam. En hoe die ontwikkelingen ons denken over het heelal veranderd hebben, daar ga ik het vanavond met jou over hebben. David, die afgelopen 100 jaar, die waren dus ontzettend belangrijk. Neem ons eens 100 jaar terug naar 1920. Wat was ons beeld van het heelal toen? Nou, inderdaad. Op het eerste gezicht niet zoveel anders. Als je gewoon naar boven kijkt, je ziet hetzelfde. Ja. Maar tegelijk, als je in die tijd sterrenkunde ging studeren, dan ging inderdaad de opleiding ging over sterren en planeten. Over de dingen die je kan zien. Met een grotere telescoop zie je meer. Maar het heelal is bevolkt door het zonnestelsel en door sterren. En dat is het eigenlijk. Al die andere soorten exotische objecten waar het heelal nu mee, waar we het nu vaak over hebben, zwarte gaten, quasars, al dat soort dingen. Daar was geen sprake van. Het was echt sterren. En een sterrenstelsel, nog steeds wat discussie, onduidelijk over of er nou één melkwegstelsel is, één sterrenstelsel, of meerdere. Rond 1920 dachten de meeste astronomen wel dat er meerdere waren, maar pas in de loop van de jaren 20 is dat eigenlijk echt bewezen, algemeen geaccepteerd. Dat er aanwijzingen zijn dat de spiraaltjes, spiraalnevels die je ziet met grote telescopen, dat ook melkwegstelsels zijn, even groot als de onze. En hoe kwam men daarbij? Waren dat eigenlijk theorieën die al ontstonden en die toen eindelijk bewezen konden worden? Of werd het mogelijk om andere waarnemingen te doen? Wat gebeurde daar precies om dat idee te doen kantelen? Ja, deels allebei. In de 19e eeuw was over die nevels was het echt om en om. Iedere 10 jaar was het weer van nee, het zijn sterrenstelsels. Nee, het zijn misschien toch weer nevels op dezelfde soort afstand als sterren. In de jaren 20, grotere telescopen. Dus gewoon meer licht zien. Dat je op een gegeven moment kan zien dat een aantal van die sterrenstelsels toch die neveltjes bestaan uit individuele sterren. Inderdaad, nieuwe interpretatie van metingen. Dat bijvoorbeeld over de beweging, daar kan je afleiden. Je zou eigenlijk, kijk, we hoorden net, het onderzoek gaat om hoeveel informatie kan je uit stenen halen. Eigenlijk steeds zoeken, woekeren met informatie uit een aantal stenen. En dan sterrenkundigen die woekeren met informatie uit licht. Het licht is het enige van de sterren en van sterrenstelsels dat je hebt. Je kan er niet bij, je kan er geen experimenten mee doen, je kan er niks mee. Je hebt alleen licht en de twee grote ontwikkelingen in de moderne sterrenkunde zijn ten eerste hoeveel informatie je uit dat licht kan halen. Dat is enorm, enorm veel meer dan mensen in de 19e eeuw dachten. Het interpreteren van sterrenlicht, van spectra. Dus dat is vooral theoretisch. En veel meer licht waarnemen met grotere telescopen en met andere soorten telescopen. En wat waren die andersoortige telescopen? Want we waren in de jaren 20. Ja. Wat gebeurt er dan? Of misschien gebeurt het al in de jaren 30 dat we zo'n radicale verandering krijgen? Nee, in de jaren 20-30 gaat het vooral een aantal grote telescopen, maar nog steeds om zichtbaar licht. Hetzelfde soort licht, maar je kan zwakkere objecten zien. Maar dan gaat het vooral ook om theoretische vooruitgang. Dus het interpreteren van het sterrenlicht en van de structuur van het heelal met behulp van relativiteitstheorie. Dus dan krijg je rond 1930 het idee dat het heelal uitdijt. Ja. Ook minder dan 100 jaar geleden. Ja. De andere soorten telescopen, dat komt na de Tweede Wereldoorlog. Ja. Misschien, we gaan nog heel even voor de Tweede Wereldoorlog blijven. Je hebt een filmpje meegenomen, dat komt uit 1933. Mm-hmm. En het is zonder geluid. En we zien eigenlijk een dag in het leven van studenten. Aan de Universiteit van Leiden. Misschien kan het beter zelf inleiden. Ja, het zijn een aantal Leidse studenten. Twee Leidse studenten hebben een filmpje gemaakt. Omdat de Leidse Sterrenwacht zoveel jaar bestond. 300 jaar, dachten ze toen. Hier zijn ze. Dus ze staan. Dat is een grappig filmpje. Je ziet in het begin een aantal gewoon beelden van de Sterrenwacht. Met bekende astronomen als Jan Oort en Willem de Sitter en Hertzsprung. En hier hebben ze een soort dag uit het leven. Want de oudere studenten. Die woonden
ook die waren assistent, die konden wonen in de sterrenwacht. Ja. Dus hier worden ze wakker. Speel maar hoor. Ja, ze kunnen nog spelen, want er is toch geen geluid bij. Dus hier hadden duidelijk veel plezier in het maken van een filmpje. Dus even theatraal uitrekken. Maar het was een heel klein groepje. Het sterrenwacht is een groot gebouw. Hier gaan ze naar het college van professor Oort. Dus daar moeten ze dan meteen uit bed heen, kennelijk. Als ze de hele nacht hebben waargenomen. Daar is Jan Oort, heel jong. Hij is een van degenen die daar geeft hij nu college over, kan je zien. Het college heeft gegeven over hij werkt in de jaren 20 aan de structuur van het melkwegstelsel. Aan hoe het melkwegstelsel ronddraait. Dat is een van zijn grote doorbraken. Dus dat was hier, van deze studenten, dat was heel nieuw. Een van de studenten op de eerste rij is Gerrit Kuiper. Later bekend geworden van de Kuipergordel. Die zit daar vooraan. Kijk hier, dus dat gaat over die nevels, spiraalnevels, wat dat dan zijn. Grappig dat en dit is ook, dit is heel belangrijk. Dus Oort is echt een grote naam. Heeft hierna nog allerlei doorbraken ook belangrijk werk gedaan. Maar ook die opleiding in Leiden. Dat is wel echt. Dus Kuiper kwam daaruit voort en een heleboel andere astronomen. Het is echt een school. Nou, dan gaan ze hier naar de fotografische kijker om waarnemingen te doen. Want een van die dingen van die opleiding, dat was dus ook echt iets nieuws, was combineren van theorie en praktijk. Theorie van Oort en hier waarneempraktijk. Dus die Nederlandse jonge astronomen die waren heel gewild ook. Bijvoorbeeld in Amerika, waar veel nieuwe telescopen werden gebouwd. Dus daar konden ze allemaal gaan werken. Bijvoorbeeld Kuiper. Ja, zit zo ook een heel leuk stukje in met een stapel boterhammen. Volgens mij komt dat nu. Het is heel geestig. Het is hard werk. Geestig gemaakt. Het is hard werk hier met de hand. Je zag net een fotografische plaat achter de kijkerschroeven. Het waren nog glasplaten voor een groot deel. Hier, zo'n glasplaat waar de foto op gemaakt wordt. Ja, kijk, hier hebben we de boterhammen. Hier de boterhammen. Ja, je moet de hele nacht door. Ja. Die koepel is niet verwarmd, want dat stoort de waarnemingen. Gaat weer een boterhammetje. Ja, en dan zijn ze weer op. Ja. Ze gingen de hele nacht door natuurlijk. Nou, kijk hier, er komen wolken aan. Dan is het afgelopen. Nou, ben je klaar. Ja, hop. Pech. Kunnen we de boel gaan afsluiten? De boel afsluiten, weer naar beneden. Ja. Klaar. Ja, doorbellen, sorry. koepel kan dicht. En weer terug naar huis. Dus daarom ook was het belangrijk om bij die sterrenwacht te zijn als assistent. Want als er dan eens een heldere nacht was, gebeurt in Nederland niet zo vaak. Ja. Dan moet je er meteen zijn. Ja, nou, mooi. Mooi die beelden. Had iemand dit al gezien ooit, deze beelden? Leuk. Die Tweede Wereldoorlog, je noemde het al, dat was eigenlijk ook een belangrijk kantelpunt. Vertel eens hoe dat zit. Door de ontwikkeling van radar eigenlijk. Radar en radiotechniek. En voor de oorlog, maar vooral tijdens de oorlog, werd daar veel aan gewerkt. En een aantal van de waarnemers, de ingenieurs die daaraan werkten, die constateren van er is ruis. Dat zit in de weg. We willen die oorzaak wegnemen. Maar ze kunnen de bron niet vinden. Het komt van buiten. En het komt uit het heelal, kon op een gegeven moment ook aantonen. Het was ook niet van de zon. Het komt echt uit het heelal, uit de melkweg. En nou, Jan Oort, weer dezelfde, is een van degenen geweest die daar dacht, hey, daar kan ik wat mee. Dat is dus naast het licht dat we hebben, radiostraling uit de ruimte. Die kunnen we ook naar gaan kijken. Kijken wat we daar voor informatie uit kunnen halen. Dus na de oorlog is hij en in andere landen waren het vooral radio-ingenieurs en natuurkundigen, zijn dat gaan proberen waar te nemen. En daar zijn de radiotelescopen, eerst bij Kootwijk, toen de radiotelescoop bij Dwingelo, die staat er nog. Later de grote telescoop bij Westerbork. Om die radiostraling in kaart te brengen en daarmee dan weer de structuur van de Melkweg. Dus dan heb je echt een heel nieuwe bron van informatie. Ja. Dus eerst heb je inderdaad nog gewoon het licht en wat we met onze ogen en met telescopen kunnen zien. Daar komt dan nog een nieuwe dimensie eigenlijk bij. Daar komt dan nieuw bij en dat is inderdaad, die techniek lijkt heel erg op radartechniek. Dus daar komt het echt heel direct uit voort. En later, na de Tweede Wereldoorlog, gebeurt datzelfde met ultraviolet, met infrarood, met röntgenstraling, gammastraling. Dan kan je dat hele elektromagnetisch spectrum waarnemen. Dus er is niet alleen meer informatie die je uit licht kan halen. Er is ook heel veel meer licht om mee te werken. En in die spectraalgebieden, dus in die met dat soort detectoren, die dingen lijken helemaal niet meer eens op
klassieke telescopen. Maar daarmee doken ineens allemaal andere objecten op. Dus dat heelal bleek er heel anders uit te zien. Een beetje zwarte gaten kwamen tevoorschijn. Zwarte gaten, later quasars bijvoorbeeld in de radio, in de radiostraling. Hele heldere bronnen die heel ver weg bleken te staan. Wat is dat? Dat is echt iets, een totaal ander soort object. Dus het heelal werd veel, veel groter en veel diverser. Ja. Ja, die Tweede Wereldoorlog is natuurlijk interessant, maar ontwikkelingen die later plaatsvinden, dat is dan weer ten tijde van de Koude Oorlog. En je noemde al eigenlijk bepaalde technologische ontwikkelingen die plaatsvinden een tijd van grote geopolitieke spanning. Hoe is die relatie tussen die ontdekkingen in de sterrenkunde, die ontwikkelingen daar, en de politieke context waarin ze plaatsvonden? Die is, kijk, aan de ene kant, sterrenkunde heeft natuurlijk niks met politiek te maken. Nee. Dat is heel duidelijk, dat zal niemand pretenderen. De technieken die ze gebruiken in telescopen en ook voor het lanceren van die marswagentjes. Dat zijn allemaal technieken die wel natuurlijk heel politiek beladen zijn. Die voor een groot deel voortkomen uit militair getint onderzoek. Dus ja, ik zou kunnen zeggen, de astronomen zijn de grote winnaars van de Koude Oorlog. Die hebben heel veel technologie die om andere redenen is ontwikkeld. We kunnen gebruiken voor sterrenkunde. Ja, en sterrenkunde is dus eigenlijk ook een soort van symbool van macht. Hè? Er werd natuurlijk de Space Race, de Sputnik, ja. de Amerikanen probeerden het. Mm-hmm. Dat speelt ook mee. Je kan juist omdat sterrenkunde niet zo politiek beladen is, kan je het ook gebruiken om diplomatieke banden aan te knopen, om samen te werken of om inderdaad je techniek te laten zien. Kijk, dit kunnen wij zonder dat je nou iets heel gevoeligs of gevaarlijks doet. Dus ja. Kijk, wij kunnen een mooie telescoop of satelliet bouwen. Ja, ja, daar wordt het ook wel eens voor gebruikt. En dat helpt de... bijvoorbeeld je noemde de Sputnik, ja. Dat was een grote doorbraak natuurlijk, een prestigeslag voor de Sovjet-Unie. Voor Amerika was het een enorme vernedering. Die moesten iets om hun prestige op te vijzelen, om weer banden aan te knopen. En ze hebben heel veel dingen gedaan, maar een van de dingen die ze gedaan hebben is zeggen van nou, anders dan de Sovjet-Unie gebruiken wij onze ruimtevaarttechnologie niet alleen voor militaire doeleinden en spionage. Dat is van het begin wel een reden, maar... Nee, wij stellen het ter beschikking van iedereen. Wij delen het met de wereld. Dus wij bieden aan, de NASA, net opgericht, bood aan om buitenlandse wetenschappelijke satellieten te lanceren, gratis. Ja. En dat was bijvoorbeeld... Toen kon er in Nederland ook ruimtevaart... Kon er een satelliet worden gebouwd. Ja. Nederland kon geen satellieten lanceren, maar toen zeiden Philips en Fokker... Wij willen graag een satelliet bouwen, want dit is een interessant terrein. Hè. Wij willen hier actief in gaan worden. Beste Nederlandse regering, zullen wij een satelliet gaan bouwen die de NASA dan voor ons kan lanceren? En de Nederlandse regering zei, ja, wat voor satelliet? Nou, maakt niet uit, iets waarmee we internationaal de boer op kunnen. Hè, iets wat prestigieus is, wat ingewikkeld is. Dus ik heb in het archief een brief gezien van de Nederlandse regering aan de Koninklijke Academie van Wetenschappen. Wij willen graag een satelliet bouwen, kunnen jullie daar iets mee? En daar zaten een aantal astronomen die zeiden, ja, dank u wel. Ja, de astronomische Nederlandse satelliet, de ANS. Dat is wel mooi. De sterrenkunde is een van de grootste winnaars van de Koude Oorlog. Houden. Zie je dat nu eigenlijk nog steeds? Dat er, je ziet dus ook enerzijds dat er spanning is, maar anderzijds dus ook dat er internationale samenwerking ontstaat. Want dat is natuurlijk verhaal van de NASA. Zie je dat die politieke belangen nog steeds een rol spelen? Is dat nu nog steeds het geval? Is prestige nog steeds belangrijk? Speelt een rol in alle wetenschappen trouwens. Wetenschap is wel iets waar je iedere keer de Nobelprijzen worden uitgereikt. Dan komen de lijstjes. Welk land heeft er meer? Dus kennelijk is het net als de Olympische Spelen. Dus ja, dat speelt mee. Ook met telescopen ook wel, grote telescopen bouwen. Er is heel veel internationale samenwerking, absoluut. Daar zijn astronomen ook heel, heel sterk in om dat te bouwen. Maar je ziet, nou, bijvoorbeeld een heel mooi voorbeeld is Zuid-Afrika. Sinds de jaren 90, na het einde van de apartheid, heeft het nieuwe regime heel nadrukkelijk gekozen voor een aantal speerpunten, waaronder sterrenkunde. Zeg ook weer, juist omdat het niet praktisch nuttig is, maar zeiden, kijk, dit is, wij laten zien dat we
dat we op alle gebieden meedoen. Dat we echt geavanceerde wetenschap en techniek doen. Niet alleen maar wat het hoognodige is, maar kijk, ook op dit terrein doen we goed mee. Met heel indrukwekkende resultaten. Zuid-Afrika is nu echt een belangrijk land in sterrenkunde. Dus dat is een heel mooi voorbeeld. Ja, redelijk recent voorbeeld. In wat voor fase zitten we dan nu? Hè? Je had natuurlijk die grote ontwikkeling. We zien eigenlijk steeds meer licht en hebben de mogelijkheid om daar betekenis aan te geven. En wat voor informatiebronnen zijn er nu? Ja, dat is heel leuk. Er is echt een nieuwe ronde begonnen. Dus inderdaad, je hebt theorie als bron van kennis. Met kernfysica kan je de energiebron van sterren bekijken. Dus theorie is een bron. Observaties natuurlijk van licht. Zoals ik zei, in de 20e eeuw steeds meer licht. Dat hele elektromagnetische spectrum. Daar is bijgekomen numerieke, computationele methodes. Gewoon modellen doorrekenen met grote computers. Dat is echt gewoon een nieuwe bron. En nu komen er andere informatiebronnen uit het heelal. Eerst zei ik, astronomen kunnen alleen maar werken met het licht dat ze hebben. Maar dat is niet helemaal waar. Want je hebt ook gravitatiegolven en je hebt ook neutrino's. En nog een aantal andere deeltjes die uit de ruimte komen. Dus ja. Andere bronnen dan licht. Dus dat, dat begint nu. Dat is waanzinnig moeilijk om waar te nemen allemaal. Maar dat begint nu. Dus dat er naast die verschillende delen van het spectrum nu andere energiebronnen worden aangeboord. En de truc is om al die verschillende beelden aan elkaar te plakken tot één beeld van hoe het heelal in elkaar zit. Dat is iedere keer de uitdaging. Ja, en over die neutrino's wilden we het heel graag hebben met Raza Müller. Ik heb nu nieuws dat ze nog steeds vaststaat in de trein. Dus helaas kan ze niet meer hier naartoe komen. Ik hoop dat ze in ieder geval nog thuis kan komen vandaag. Dat zou nu mooi zijn. Wij gaan zo naar de vragen, maar we gaan nu eerst naar Janneke Jager. Die is er eigenlijk altijd bij, onze huiscabaretière. Ze begon in 2011 met de voorstelling Afgelikte Boterham. En daarvoor kreeg ze de publieksprijs van het Utrechtse Cabaret Festival. En daarna speelde ze eigenlijk door het hele land. Afgelopen jaar speelde ze de voorstelling Femme Façade. En ze gaat binnenkort beginnen met de try-outs van haar voorstelling Fantoomgeluk. Nou, een heel groot deel daarvan is al uitverkocht, dus daar kan u niet naartoe. Maar ze heeft wel iets heel anders leuks. Dat zijn stoepserenades. Dus mocht u denken, ik wil iemand in deze kerstdagen graag een hart onder de riem steken, dan kun je dus Janneke Jager inhuren. En dan ga jij, volgens mij denk ik, onder aan het raam ga jij een serenade brengen? Ja, letterlijk op de stoep voor de voordeur. Dus als je nog een leuk kerstcadeau zoekt om iemand een serenade te brengen, of te laten brengen door mij, dan kan dat. Nou, mag ik een groot applaus voor Janneke Jager. Het leven is iets geks, we zijn allemaal zo druk. Met het maken van carrière en het zoeken naar geluk. We rennen en we vliegen, swipen wild van hot naar her. Maar niemand staat er ooit te stil bij Venus of bij Jupiter. We vullen onze dagen met een hoop futiliteit. We staren naar een scherm zonder besef van werkelijkheid. En of er ergens ander leven is, dat is misschien een droom. Of het idee zelfs wel veel te eng, behalve dan E.T. Phone Home. Maar wat maak je je druk over werk of je gewicht? De uitgroei van je haar of het verval van je gezicht? Over wel of geen vakantie of misschien geen carnaval? Het valt allemaal in het niet bij de kroonbeur van het heelal. Wie weet er nog precies wat André Kuipers heeft gedaan? Of dat Webber-Ockhorst wel of niet een stap deed op de maan? Niemand praat er bij de kapper over ruimtevaart. Ja, we kijken wel naar sterren, maar dan bij RTL Boulevard. Maar wat maak je je druk over roddels in privé? Over hazes of de Meilandjes of Gordons diarree? Over wie er nou dit jaar, wie is de mol toch winnen zal? Het valt allemaal in het niet bij de omvang van het heelal. Maar de grote vraag waarop niemand ooit een antwoord geven zal, was er een god die alles schiep of begon het met een knal? Was het toeval of natuurkunde? Wat is de bron van ons bestaan?
Of zou de ontdekking van de hemel door Harry Mulisch zijn gedaan? Ai. Ik vind het allemaal best wat ze daar bij NASA doen. Maar ik zal het nooit begrijpen voor geen goud en geen miljoen. Al zit ik bij dit Science Café en snap daarvan geen snars. Wat ik het liefst zou willen weten is of er straks Netflix is op Mars. Dank u wel. Nou, wil je dus iemand een stoepserenade cadeau geven, dan kan dat dus. En volgens mij moet ze daarvoor gewoon naar jannekejager.nl, toch Janneke? Nou, helemaal goed. Het is tijd voor vragen. Ik kan niet langskomen met de microfoon, want dat is coronatechnisch niet zo handig. Dus als je een vraag hebt, steek je hand even op en dan kun je hem roepen. Mensen thuis, jullie kunnen ook jullie vraag stellen. Ik heb al een aantal vragen binnen gehad, maar als je het nog eentje hebt, dan vul hem in op de chat en dan komt hij naar me toe. Is er iemand die het spits wil afbijten hier in de zaal? Die een vraag heeft? Dat mag. Wat is de definitie van leven? Dus we spreken nou eigenlijk over leven. En is het niet mogelijk dat er op een andere planeet een andere vorm van leven is dat niet afhankelijk is van water? Ja, ik herhaal de vraag nog even ook voor de mensen thuis. Wanneer spreek je van leven? Wat is de definitie van leven? En is er ook niet op een andere planeet of een andere plek leven mogelijk zonder water? Toch? Dat is wat je vroeg, ja. Ik denk dat die voor jou is. Ja, dat ben ik wel voor jou. nou ja, de definitie van leven, dat is zelfs daar is nog niet iedereen het over uit. Maar de basisdingen die leven doet is groeien, zichzelf vermenigvuldigen, informatie en materie uitwisselen tussen binnen en buiten. En zich aanpassen aan veranderende omstandigheden. Dus dat zijn ongeveer de basisdingen voor leven. Er zijn ook nog allerlei andere definities. Maar ik moet heel eerlijk zeggen dat ik zelf ook niet de hele dag bezig ben met wat is nou leven precies. Dit zijn ongeveer de randvoorwaarden waar ik ook mee werk. En ja, zou leven dat we niet dat er anders uitziet dan wat wij kennen? Er zijn mensen die daar onderzoek naar doen. Als je bijvoorbeeld iets vervangt door iets anders, zou je dan ook leven kunnen hebben. De reden dat we niet zoeken op andere planeten naar leven dat anders is dan wij, is dat we niet weten hoe dat er dan uitziet. En je kunt eigenlijk niet zoeken naar iets wat je niet kent. Dus we zoeken nu naar leven dat nou, in ieder geval gebaseerd is op koolstof zoals wij en wat waarschijnlijk water gebruikt als vloeistof. Dat is het soort leven wat we begrijpen, wat we kennen, waar we in eerste instantie naar zoeken. En ondertussen wordt er dus wel gekeken van, nou ja, zou je onder andere omstandigheden, zou je andere elementen kunnen gebruiken? Koolstof kunnen vervangen door iets anders? Nou, dat is onder heel veel omstandigheden helemaal niet optimaal. Koolstof is wel een van de optimale bouwstenen, net als dat water een van de optimaalste vloeistoffen is. Dus in dat opzicht is er misschien niet heel veel anders. Maar dit is eigenlijk de belangrijkste reden. Dat we daar niet naar zoeken. Want ja, waar zoek je dan naar? Je hebt ook al meteen de vraag van Quinten Oorschot te beantwoorden. Die vroeg, als je het hebt over de bouwstenen van het leven, is koolstof dan juist niet een van de belangrijkste? Nou, dat is dus zo. Ja. Is er nu iemand anders in de zaal die een vraag wil stellen? Voor de mensen thuis trouwens, mocht je helemaal zijn ingeschakeld om wat te horen over neutrino's en je hebt daar een specifieke vraag over, dan kun je die stellen op de YouTube-chat. Raza Müller is wel online, ze zit namelijk in de trein te wachten, dus ze kan dat gewoon doen. En dan kan ze wel je vraag beantwoorden over neutrino's. Dus als iemand in de zaal ook een vraag heeft over neutrino's en je hebt je telefoon bij je, dan kun je die ook via de YouTube-chat stellen. Dat kan allemaal met de moderne technologie. Ik heb nog wat vragen binnengekregen. Een vraag van Duk 1231231213. Niet of het Wiert de Duk is, maar misschien iemand anders. De sterrenkunde gaat, dacht ik, over de Big Bang en de gebeurtenissen daarna. Maar is niet de echt interessante vraag wat de Big Bang triggerde?
Is dat een beetje de vraag die op een gegeven moment de meeste ontwikkelingen in de sterrenkunde aanjoeg? Nou, grappig genoeg niet. Het idee dat het heelal uitdijt is van rond 1930. En toen eerst, de 20 jaar daarna, was eigenlijk durfde niemand het te hebben over het begin. Want dat was zo onduidelijk, zo vaag, dat daar viel geen zinnig woord over te zeggen. Dus de Big Bang-theorie, zoals we die nu kennen, dateert uit de jaren, eind jaren 40, begin jaren 50. Daar is natuurlijk een groep mensen heel intensief mee bezig. En heel zichtbaar, zeg maar. Daar is veel belangstelling voor. Verreweg het grootste deel van de astronomen zijn daar niet mee bezig. Het is, omdat het alleen maar puur theoretisch is. Daar is met observaties, je kan daar niks mee. Nee, dus laten we die achtergrondstraling van een soort overblijfsel van een periode niet zo lang na de Big Bang. Dat was een van die dingen die zichtbaar werden met radiosterrenkunde. Ja. Dus dat is wel een duidelijke doorbraak. Dus het is wel een vraag die altijd een beetje op de achtergrond zo sluimert. Het is een vraag, net zoals een beetje de vraag van wat is leven? Het is een vraag die belangrijk is voor het vakgebied. En waar veel wetenschappers wel zullen zeggen dat ze het interessant, dat het relevant is. Maar waar in de dagelijkse praktijk van de wetenschap maar heel weinig mensen echt mee bezig zijn. Ja. Te grote vraag. Sandra van Dam, die wil weten wat de grootste ster is die we kunnen zien. Is dat nog steeds de rode hyperreus UYKT? Weten jullie dat? Geen idee. Weet iemand in de zaal het? Nee, ook niet. Sorry Sandra, dat kunnen de sprekers. Misschien had Raza hem kunnen beantwoorden. Misschien kan Raza hem zelfs beantwoorden, want die zit in de chat. Ik heb hier een vraag van Peter Auer. Wat voor betekenis hebben de autokatalytische processen beschreven uit de complexiteitstheorie door Stuart Kaufman voor de ontwikkeling van complexe moleculen? Ik ben bang dat ik daar ook niet helemaal de juiste persoon voor ben om die vraag te beantwoorden. Het is wel een hele goede vraag, maar dat kan ik niet zo 1-2-3 het antwoord opgeven. Okay. Ik ook niet. Nee, sorry Peter. Even kijken, is er nog iemand in de zaal die een vraag heeft? Dan kun je hem nu natuurlijk gewoon zeggen. Ja, ga je gang. Ja, ik heb hem gezien. Verwacht je dat mensen gaan verhuizen naar Mars en in welk tijdsbestek? Nou, als het aan mensen ligt wel. In ieder geval sommige mensen. Er wordt dus natuurlijk aan gewerkt. Binnen welk tijdsbestek? Er wordt al aardig wat jaar gezegd dat we binnen nu en 25, 35 jaar wel mensen op Mars hebben. De eerste 25 tot 35 jaar zijn, ik denk over een jaar of 5 afgelopen. Dan hebben we nog geen mensen op Mars. Kijk, het is allemaal wel te doen als je er veel geld in pompt en echt daar zegt van we zetten al ons geld op de ontwikkeling van dat soort technologieën, dan komen er op een gegeven moment wel mensen op Mars. Maar er zijn hier en daar wat particuliere initiatieven. Maar ik weet niet, het zal zeker nog wel 25 jaar duren, denk ik. Maar als het dan gaat te kijken, de wonen is natuurlijk nog een volgende stap. Maar is het voor jou als wetenschapper niet heel interessant om daar een tijdje veldonderzoek te kunnen doen? Tuurlijk. Als het kan, als het mogelijk is. Ja, het is natuurlijk, dat is natuurlijk het verschil tussen planetenonderzoek en sterrenkunde. Ja. Theoretisch kan ik nog naar mijn objecten toe. Ik bedoel, Mars is relatief dichtbij, niet? Ja. Maan is ook relatief dichtbij, dus je kunt er een soort van heen. Dat gebeurt op dit moment niet. Ik weet ook niet of ik als eerste in zo'n missie zou stappen om als proefkonijn. Dat is, mm-hmm. Denk ik niet dat ik dat zou doen. Maar het idee dat je daar kunt rondlopen, dat zou natuurlijk geweldig zijn. Ik heb geen flauw idee hoe lang het gaat duren. Soms dan gaat het weer wat langzamer. Nou, nu zie je wel dat er allerlei partijen toch alweer heel druk aan het ontwikkelen zijn. Mm-hmm. Uiteindelijk ook ESA en NASA zijn toch wel stappen die richting langzaamaan aan het ontwikkelen. Maar ook daar ligt elke keer die grens over een jaar of 30. En dat blijft toch elke keer maar weer wat opschuiven. Dus, ja, ik zie jou knikken, David. Ja, dat wel. Het zal nog wel even duren.
als historicus vind ik het interessant gewoon vanuit het oogpunt, ik vind het interessant om te kijken waarom doen mensen, waarom maatschappijen, waarom stoppen die zoveel geld in sterrenkunde en in dit geval ruimtevaart, dat is niet helemaal hetzelfde. Dit vind ik een heel interessant soort motivatie. En zeker nu het niet alleen maar meer overheidsgeld is, maar dat er een paar particulieren zijn die zoveel geld hebben dat ze ruimtevaart kunnen doen. Dat is vrij absurd. Nou, dat is interessant. Maar ook daarvoor al zag je dit zo'n soort, ja, bijna nou, een soort utopisch idee van onze toekomst ligt out there. Dat is van, het speelt wel al heel lang een soort rol net onder de oppervlakte. Dat vind ik wel interessant om te volgen. Mm-hmm. Zie je daar, ja, dat is natuurlijk iets dat wel steeds meer realiteit krijgt, toch? Ja, maar nog lang niet zoveel als het krantenkoppen soms doen denken. Ja, precies. Is dat genoeg antwoord op je vraag? U had ook een vraag. Kun je iets zeggen over de ouderdom van het heelal en de bepaling daarvan? Nou, dat is wel leuk. Toen ze nu astronomen kunnen daar, hebben er een vrij precies idee over. 13,7 miljard jaar ongeveer. Wat leuk is dat die in de loop van de 20e eeuw is het heelal steeds ouder geworden. Eigenlijk begon ook al iets eerder. Dat er in de 19e eeuw nog een beetje het idee was van, hè, wat is de energiebron van sterren? Wat kan sterren lang genoeg laten branden om bijvoorbeeld de tijdschaal die we nodig hebben voor evolutie mogelijk te maken? Dus dat klopte niet helemaal, maar goed. Ouderdom van tientallen, misschien 100 miljoen jaren. Dat was toch wel het idee. Ik zei dat rond 1950 heb je de Big Bang-theorie. Toen was het idee misschien 2 miljard jaar geleden, als je terug ging rekenen. Een herijking van een bepaalde waarneming verdubbelde dat ineens, 4 miljard. En sindsdien is het steeds langer geworden. Het is nu al heel een tijdje lang op die 13,7, dus dat... Daar is kennelijk consensus over. Maar dus als historicus zeg ik, het heelal is steeds ouder geworden. Ik bedoel niet alleen omdat de tijd voortgaat, maar ook omdat ons idee van de ouderdom van het heelal ook weer binnen 100 jaar echt behoorlijk grondig is veranderd. Ik had hier nog een vraag van Marc du Chatignier. En dat is een beetje aansluitend op waar we het net over hadden. Een vraag voor jou, Inge Loes. Hoe zie je de nabije toekomst van internationaal onderzoek op Mars voor je? Heerlijk al die toekomstvragen. Ja, eerlijk. ja, je ziet wel dat er samengewerkt wordt. De komende Europese missie was een samenwerking tussen ESA en NASA, is nu een samenwerking tussen ESA en de Russen. De huidige missies die nu onderweg zijn, is een NASA-missie waar volgens mij een Russisch instrument, maar ook een aantal Europese instrumenten op zitten. Er is een missie van de Emiraten onderweg, waar heel veel Amerikaanse samenwerking weer in zit. Er is ook een missie van de Chinezen onderweg, die doen het dan in hun eentje. Er wordt nu nagedacht over sample return missies, dus dat is nu Perseverance, maar ook de Europese ExoMars missie over 2 jaar. Die gaan monsters verzamelen en die laten ze achter op het oppervlak. En dan komt er op een gegeven moment een gecombineerde ESA-NASA missie die achtergelaten monsters op gaat halen en weer terugbrengt naar de aarde om hier in aardse laboratoria te onderzoeken. Zodat het karretje gewoon rond kan blijven rijden en die laat het iets achter een ander. En dan wordt het karretje gebruikt om eerst onderzoek te doen daar, om gewoon goede context te hebben van de samples. Maar ja, we hebben op aarde natuurlijk instrumenten die we echt nog niet genoeg klein kunnen maken en licht genoeg kunnen maken om op dezelfde manier onderzoek te doen. En bij sommige instrumenten gaat dat misschien helemaal nooit gebeuren. Dus ja, dan brengen we de samples terug. En dat is heel erg, daar doet de ESA de ene helft en NASA de andere helft. Je ziet dat ook bij India's Marsmissies wordt wel samengewerkt. Dus er wordt wel op veel vlakken samengewerkt. Er is ook altijd wel een beetje competitie, maar... Toch bij ruimtevaart is samenwerken ook toch wel echt belangrijk. Ook omdat je bepaalde dingen gewoon niet in je eentje kan. En ook er wordt wel echt ook draagvlak
Ja, zorg voor draagvlak voor samenwerking. Ja, je hebt daar natuurlijk ook onderzoek naar gedaan, hè? Naar die internationale samenwerking. Ja. Het is eigenlijk nu zo, dus dat er eigenlijk wereldwijd heel veel wordt samengewerkt. Ja, ja dat klopt. Deels inderdaad uit noodzaak. Hè. Vanuit heel veel landen, ja, je kan zo niet meedoen aan zo'n missie zonder internationaal samen te werken met in ieder geval met een ruimtevaartorganisatie die zo'n ding kan lanceren. Dat is al heel bazaal. Dat zijn er niet zoveel. Dus dat gebeurt inderdaad. En spelen allerlei andere dingen mee. Dat je samenwerkt om technieken te leren. Samenwerkt soms ook als, wat ik eerder zei, sterrenkunde, planeetonderzoek is politiek niet gevoelig. Het is een beetje ook soms bijna net als sport. Het is een gebied waarop je kan samenwerken. Het is vaak een van de eerste terreinen waarop landen gaan samenwerken als er banden worden aangeknoopt. Dus in die zin is het eigenlijk ook een soort van geopolitiek lijmmiddel. Zoiets, ja. Het is een middel. En ook weer, ja, astronomen kunnen daarvan profiteren. Ja. Er wordt zelfs samengewerkt met Noord-Koreaanse astronomen. Dat, dat gebeurt niet op veel terreinen, maar op sterrenkunde kan dat dan kennelijk toch wel. RASA die stuurt trouwens een leuke weetje. Dat de meeste sterren die je ziet eigenlijk helemaal niet één enkele ster zijn, maar meestal een heel sterrenstelsel. Van een leuke. Dankjewel, RASA. Ik kreeg ook een vraag van Sam Rosenburg. Die zegt, zouden er andere levensvormen kunnen zijn, maar die wij gewoon met onze vijf zintuigen niet kunnen waarnemen? Oftewel, zullen we op een gegeven moment gewoon tegen de grenzen van onze zintuigen aanlopen en gaan we dan gewoon delen niet weten? Ja, die mogelijkheid kan natuurlijk best zijn. Het slaat een beetje aan op uw vraag ook. Dingen die wij niet kunnen waarnemen, op wat voor manier dan ook, ja, dat wordt dan toch knap lastig om daar iets over te zeggen. Ik bedoel, je kunt op een gegeven moment theoretisch misschien allerlei dingen bedenken, maar zelfs dan denk ik, als je het niet kan waarnemen, is het waarschijnlijk theoretisch heel moeilijk om je toch in te leven in iets waarvan je niet weet hoe je dat moet waarnemen. Ja. Er zijn altijd mensen bezig met manieren van communiceren. En het is voor ons natuurlijk heel leerzaam om ook naar dierenrijk te kijken. En hoe communiceren dieren nou? En kunnen we daar iets van leren? Of hoe communiceren planten? Dus als we goed naar de biologie kijken, hoe allerlei andere levensvormen doen, kunnen we daar wellicht iets van leren. Ook om zeg maar, ons verbeeldingsvermogen wat te vergroten en op die manier te hypothetiseren of te theoretiseren wat er mogelijk is. Maar op een gegeven moment zit je toch wel aan je eigen grenzen, denk ik. Ja. Ja. Hier een vraag van Rowan Bouwman. Wat ons tegenhoudt in het bereiken van planeten die ver van ons weg zijn, is de snelheid waarmee we reizen. Denk je dat de snelheid waarmee we nu reizen binnen 50 jaar grote sprongen gaat maken? David, heb jij een idee? Oh, ja. Ik kan hier net zoveel zinnig zeggen als iedereen anders, namelijk niet zo heel veel. De snelheid kan vast wel wat groter, maar naar verre planeten misschien wel, naar sterren, naar andere sterren. Je ziet dat science fiction auteurs altijd ook kunststrepen moeten uithalen om dat enigszins plausibel te maken in hun werk. Dat is... Wat je hier wel natuurlijk weer bij ziet, is dat wat helpt is als je zo'n grootverdiener met de geel geld die ruimtevaart als hobby heeft. In Amerika heb je Yuri Milner met zijn Breakthrough Initiative. En die vindt het heel leuk om dit soort dingen te sponsoren. Dus die heeft op een gegeven moment was die bezig met een zwerm satellietjes die dan naar de dichtstbijzijnde ster zou moeten kunnen binnen zoveel jaar. En hoe kunnen we dat dan doen? Dus kijk, als je... als je de technologie, als je geld hebt om technologie te ontwikkelen, dan kom je denk ik een heel eind. Maar of we echt heel veel sneller gaan. Als je geen mensen meeneemt, dan gaat het ook een stuk makkelijker. Ja. Ja. Is er nog iemand hier die een vraag heeft? Ja. Ga je gang. Dus wat voor onderzoek zou een onderzoeker die daadwerkelijk aanwezig is op Mars, wat zou die kunnen doen wat zo'n karretje niet kan doen? Ja, goede vraag. Het voordeel van astronauten is dat je ze veel beter kunt trainen dan je karretje. Ik bedoel,
Jij hebt zelf je eerstejaars veldwerk gemist door corona, maar goed. als jullie als aardwetenschappenstudenten 6 weken in het veld gaan, dan kun je al behoorlijk wat leren. Dat is bij een karretje is dat altijd moeilijker. Astronauten kunnen ook veel meer afstand. Dus als je die heel goed traint, kunnen die veel sneller een inschatting maken. Wat er nu gebeurt met een karretje, is je rijdt ergens naartoe. Dan worden er foto's gemaakt. Die foto's worden teruggestuurd naar de aarde. Dan zit er een heel team van wetenschappers die allemaal gerelateerd zijn aan verschillende instrumentjes. Die moeten dan gaan overleggen. Oké, dit is interessant daarom, dit is interessant daarom. We kunnen nu zoveel meter daarheen rijden. Dat kost ons zoveel tijd. Is het systeem daadwerkelijk interessant genoeg? Tegen de tijd dat je dat uit hebt gedacht, ben je als astronaut al 5 keer op en neer. En heb je ook samples genomen. En als je een aantal geminiaturiseerde veldinstrumentjes draagbaar bij je hebt, of je hebt ergens een labje, dan kun je die ook allemaal daar ter plekke analyseren. Dus je wint heel veel tijd door goed getrainde mensen erheen te sturen. Maar goed, daar zitten dan toch alweer allemaal haken en ogen. En ik met mijn interesse over ooit leven op Mars is geweest. En je stuurt de mensen heen. Met mensen stuur je wel heel veel ander leven ook mee. Dus ja, als je dan nog naar bewijs van oud leven gaat zoeken, wat je dan tegenkomt, hoe groot is het dan de kans dat het vervuiling is of niet? Dus daar zit altijd een beetje mijn trade-off. Ja, jij bent student bij Ingeloe. Zou je het zelf leuk vinden om naar Mars te gaan? Je zou niet weten of je dat zelf zou willen. Is er nog iemand anders met een vraag in de zaal? Ik geloof het niet. Dan heb ik hier nog een vraag van Kees van Eyck. Zijn er eigenlijk ook ideeën over wat er was voor de Big Bang? Die zijn er, weet ik. Maar zeer, zeer wisselend. De meest recente Nobelprijswinnaar, Roger Penrose, heeft daar theorieën over. Onder andere. En dat is verbonden met zijn ideeën over zwarte gaten. Ik kan er weinig verdere details over geven, maar ik weet dat hij een van de zeer weinige serieuze wetenschappers is die daarmee bezig zijn. En hoe heet hij nog even voor? Roger Penrose. Roger Penrose. Sir. Weet jij daar iets over? Nee, dit is ook het enige wat ik weet. Dat er zijn inderdaad wel wat mensen die er onderzoek naar doen, maar dat zijn er heel weinig. En dat is weer in hetzelfde. Op een gegeven moment loop je denk ik tegen je grens aan. En er zijn mensen die daar doorheen breken. Einstein was er één. En Penrose zit ook wel redelijk in die richting. Maar. Ja, dit is puur theoretisch. Met waarnemingen kan je daar niks mee. Maar dat puur theoretische, eigenlijk ook bij buitenaards leven. Ook vanaf het begin dat er een idee is over buitenaards leven mogelijk zou zijn. Zo vanaf de 17e eeuw. Als het duidelijk is dat de sterren die we zien, sterren zijn net als de zon. Want meteen wordt er dan gedacht, zijn er ook planeten? Zou daar leven zijn? Maar inderdaad, tot het midden van de 20e eeuw kwam daar geen waarneming. Ja, kun je daar met waarnemingen eigenlijk heel weinig mee. Op een paar kleine controversies na. Dus dat blijft. Dat is waanzinnig interessant. Dit ook, het is waanzinnig interessant. Maar het speelt zich af op theoretisch vlak. Ja. Nog een vraag van Estexi. Heeft AI of AGI een handige tool voor sterrenkunde en kunnen we door toepassing daarvan een doorbraak realiseren? Ja, ik als die. Ja, sterrenkunde vraag is passie. Ja, sterrenkunde. Nou, ongetwijfeld, ik weet het niet precies. Ik zei wel eerder dat op zich computationele astronomie wel een soort naast theorie en observatie, een soort andere bron van kennis is geworden. Dat er echt hele grote modellen worden doorgerekend. Daar zijn ongetwijfeld vergelijkbare technieken ook bij mogelijk. Ik keek even niet aan, omdat ik ook dacht aan het trainen van die marskarretjes. Daar is ongetwijfeld zijn daar de vruchtbare toepassingen. Maar zou het eventueel kunnen dat de komst van een kwantumcomputer, als die eventueel komt, dat wel echt dat onderzoek in de sterrenkunde gaat vergemakkelijken? Of in ieder geval het doorrekenen van bepaalde modellen? Ja, ongetwijfeld doorrekenen van bepaalde modellen wel, inderdaad. Het is, voor zover ik begrijp, kan je met quantum computing een aantal soort berekeningen heel veel sneller doen. Ja. Inderdaad, extreem veel groter. Maar het zijn wel een specifieke set. Dus ik weet niet voor wat voor soort problemen dat wel of niet toepasbaar is. Nee. Is dat voor jouw veld nog relevant? Volg jij dat nog, bepaalde technologische ontwikkelingen? Denk je van, dat zou me nou echt goed helpen, als die computer dat zou kunnen?
Ik heb nog niet iets waarvan ik dacht ik wou dat die computer dat kon. Nee. En het, ook bij karretjes op Mars. Ik kan me voorstellen dat er zit al een beetje een autonome component in. Dus kun je zo'n karretje zelf sturend maken. Ja. Kijk, dat is natuurlijk prettig. Maar ja, misschien dat op een gegeven moment zo'n karretje ook wel zelf zijn eigen samples gaat uitzoeken. Ja. Maar daar is het voorlopige, denk ik, dat er te veel mensen hier daar ook nog een mening over hebben. Dus, precies, nee, dat die meetmiddelen zouden eventueel intelligenter kunnen worden. En dat zou kunnen helpen. Ja, natuurlijk. Maar. Ja, precies. Is er nog iemand die een vraag heeft? Ja, ga je gang. Ja, dus. Ja, ik ga hem even herhalen. Dus we hadden het net over hoe oorlogen en die technologische vooruitgang de sterrenkunde heeft geholpen. Is dat ook wel eens andersom geweest? Dus bepaalde uitvindingen in de sterrenkunde die op andere gebieden helpen? Ja, zeker wel. Het is zeker niet eenrichtingverkeer hoor, dat het uit militaire of spionagesatellieten bijvoorbeeld, er worden technieken voor ontwikkeld die astronomen gebruiken. Maar ja, nooit zomaar. Het moet altijd worden aangepast, moet altijd worden verbeterd. Dus die hebben verbeteringen die ook weer nuttig zijn. Geldt voor andere gebieden ook. Bijvoorbeeld het allerlei optische technieken die inderdaad niet per se voor sterrenkunde ontwikkeld zijn, maar wel waarbij ontwikkelingen verbeteringen die voor telescopen zijn gemaakt ook weer bruikbaar bleken. Inderdaad in medische imaging technieken. Dat is absoluut. Absoluut zo. Ik weet ook dat de NASA bijvoorbeeld met het verwerken van fotomateriaal, gewoon van optische, het verwerken van allerlei optische data, dat die op een gegeven moment vanuit in Californië, dat ze ook samen hebben gewerkt met Pixar, dat ze vergelijkbare technieken hebben gebruikt. Dat is natuurlijk niet een heel specifiek voorbeeldje. Nee, maar het gaat zeker allerlei kanten op. Kijk, astronomen zijn ook heel goed in het filteren van ruis. Omdat de informatie die ze waarnemen is zo extreem zwak vaak. De lichtsignalen, de radiosignalen. Dat die heel erg overstemd worden door ruis. Dus die ruisonderdrukking, het filteren van data, daar zijn ze heel goed in. Nou, dat kan ook voor communicatie, voor wifi-signalen zelfs, heel erg nuttig zijn. Dus het gaat absoluut heen en weer, beide kanten op. Goeie vraag. Ik zag geen hand. Dan heb ik nog een vraag van Max Aperlo. Een vraag aan jou, David. Hoe ver kijk je als historicus precies terug op de sterrenkunde? Kijk je bijvoorbeeld ook naar de Maya's en vergelijkbare stammen? Ik zelf niet, collega's wel. Je kan zover terug als je informatie hebt, tot en met uit diepe archeologie. Dus dat is waanzinnig interessant. Mm-hmm. Zelf, mijn eigen onderzoek gaat vooral over de 19e en 20e eeuw. Ja, en dan de westerse sterrenkunde. Ook vooral westerse sterrenkunde inderdaad. In de 19e en 20e eeuw, ietsje terug naar 17e, 18e. Maar goed, ik hou me echt zelf bezig met moderne sterrenkunde. Ja, dus je weet niet of bijvoorbeeld bepaalde ideeën die de Maya's ontwikkeld hebben, dat die later zijn doorgecijpeld in die theorieën die we nu hebben. Van de Maya's specifiek zou ik geen voorbeeld kunnen bedenken. Het is mogelijk, ik ben geen specialist, dat zou ik niet weten. Heel veel van die ideeën zijn natuurlijk wel, hebben natuurlijk wel een oudere geschiedenis. Je kan wel verder terug, absoluut. Zoals ik zei, daar zijn mensen mee bezig met waarnemingtechnieken, met ideeën over hoe de kosmos in elkaar zit. Het is dan nou gerelateerd aan tijdrekening, kalenders. Ja. Zijn er nog vragen hier? Want dan gaan we denk ik afsluiten. Raza Müller die komt helaas niet. Dank je wel dat je in ieder geval nog op de YouTube-chat aanwezig wilde zijn. Mag ik voor hier een groot applaus voor Inge Loes ten Katen en David Baneke. Ja, en hartstikke leuk dat jullie er waren. Wij zijn er volgend jaar weer met de Science Cafés. Houd onze website in de gaten, sg.uu.nl. Ook voor de rest van onze programmering, die begint volgend jaar op februari ook weer. Tot dan.